priesters, paters en nonnen die honderden kinderen seksueel misbruikten. Dat de kerk veel fouten heeft gemaakt. De baas van de kerk wist het, maar de meeste misbruikers zijn het nooit gestraft. Ze hebben nooit iets gedaan. Nooit. Kerk, kanker. Hoeveel zonde, hoeveel langer. De duivel maakt de kindjes bang, maar de priester maakt de kindjes banger. Overal beminnen, God toch klepjes op de foto, op zo'n beetje eigenlijk steeds een dag de sfeer. Kinderen zult gaan molesteren. Fok u Jezus, fok u Bijbel, fok u paters, fok u nonnen, systematisch kindermisbruik. Daarom met uw God verzonnen, fok u rijst van zilveren lepel. Allemaal de hel verdiend. Behalve misschien priester Mark, want dat was echt een goede vriend. Bro. Ik zweer, priester Mark die gaf mij altijd een goede gevoel over mezelf. Hij zei dat ik was slimme jongen. En dat is wat goede vrienden doen, keus. Ja, er zitten ook goede tussen, hè. Drop it! Stop het lichaam van Christus in uw mond zoveel als dat je wilt. Maar dat lichaam was 33 en niet 7, dat verschil. Als Jezus stierf voor uw zonde, snap ik goed dat hij reist om nog 10.000 keer te sterven voor dan der zonden op uw lijst. Hoe straft de kerk zijn pedo's overplaatsing, een nieuw jachtgebied? Als ik Sipa speelde, Marakito Monster, dat was sweet. Bro, dat is niet sweet, broer, dat is raar. Bro, dat is Kito-monster, dat is leuk, jongen. Jij ziet spoken, jij ziet geesten. Heilige geesten. Ja, je kruist maar rond hun nek, beet, dan weet ik waar ik op moet maken. Wordt zoveel hosties als ik wou, bitch, ben toen zwaar beginnen verdikken. Ik ben Maagd Maria en ik pis op het Vaticaan. Mijn verjaardag ben ik met priester Mark naar Sinterklaas gegaan. Yo, versommeren, bitch, splish, splash. Ah. Oeh, bro, met de andere kinderen van de catechese nog? Oh, nee, met mij alleen. Het was toch niet allemaal hun verjaardag, of wel? Bro, jij moet echt eens proberen in je hoofd wat proberen zo meer na te denken over woorden vooraleer dat jij ze uit je mond laat spreken, want kom aan. En trouwens, wij zijn al zo vaak samen naar het tropisch zwemparadijs geweest. Jaloezie is hier niet op zijn plaats, ja? Yo. En Daniel zei niks gedaan, maar Daniel zei ook niks gezegd. Tot Fritje zette dan een lafaard op zijn dagelijk even slecht. Hoe dat je fucking ligt te rotte dat je omdraait in uw graf. Maar met die fucking fatte pers lijkt omdraaien mij nog als straf. De Notre Dame was maar begin, straks mogen al uw kerken blussen. Ik zei de tips van priester, maar kan ik nu heel goed meisjes kussen. Moment on the lips, baby. Nee. Bro, wat is er gebeurd? Maar er is niets gebeurd, bro. Luister naar mij. Als er iets was gebeurd, dan was dat trauma van de jeugd. Hè? En wat ik nu agressieproblemen en emotieleeftijd van 13-jarigen. En dat is duidelijk niet het fucking geval. Dan zou je fucking pakken alsof ik kill, bro. Is hier wel nice, zo fucking nice kerk met zo'n gewelven en rondingen en zo. Is precies nice titties. Wist jij, ik wou vroeger altijd architect worden. Dan kon ik op alle gebouwen in de stad dikke fucking tits zetten, broer. Jij bent een slimme jongen, als jij wilt. Jij kunt architect worden, hè, bro. Jij mij slim, broer. Ah, doe niet gay, jongen. Kom op.